Hoi, welkom terug op mijn kanaal. Ik heb wat nieuwe make-upjes gehaald. Ik ben van de week even met Wessel wezen shoppen en niet heel veel, maar ik heb wat nieuwe dingen. En ik was heel erg verbaasd, dus ik wil ze even met je delen. Het is van Douglas eigen merk. Ik doe even mijn bril op, dan kan ik het ook zien. Ik heb een Douglas Glow Skin Perfector BB Cream gekocht. In de kleur 1 Light. Ze hebben er maar 3 kleuren van volgens mij. Dit is Illuminating, Moisturizing en Unifying BB Cream. Het ziet er heel leuk uit. Het is een squeezy ding. Ik laat het je zo zien. De kleur is echt perfect. Ik heb allemaal losse haren. De dekking is nul echt. Dan heb ik de Douglas Neutral. Ze hebben 2 kleuren, Neutral en Warm. Invisiloose Blotting Powder. Mattifying and Blurring Sebum Control Loose Setting Power. 98% natuurlijke ingrediënten. Het is heel cute met het licht roze. Dan heb ik een, dit is de kleur 7 Gloriosa, Pretty Blush, een Pretty Blush. Oké. En dan heb ik de Matte Eyeshadow, het heet gewoon Matte Eyeshadow, in nummer 3 Toffee Twist. Die gaan we proberen en die gaan we aanvullen met dingen uit mijn dagelijkse make-up tas. Ik doe als primer de Iconic Underglow primer op. Nou, kom op. Hallo. Gewoon een beetje van uit dat pipetje. En ik concentreer dat een beetje op de buitenkant van mijn gezicht voornamelijk. Ik moet wel even mijn doekje bij de hand. Dat ik zwart aan heb natuurlijk en ga opmaken is niet heel handig. Want straks, ik ken mezelf, zit alles onder de poeder. Dit is de Mattifying Balm van... Nee, de Blurring Balm heet het. Van Revolution. Om een beetje te blurren van de poriën. Nee, een beetje de poriën te... Jeetje. De poriën te blurren. Dat doe ik eigenlijk altijd hier in mijn T-zone, mijn neus... En hier het begin van mijn wangen, want daar heb ik de meeste zichtbare poriën, vind ik. Hè? Het kan heel goed zijn dat jij dat helemaal niet hebt. Goed. Ja. Ik heb net gezien dat je eigenlijk concealer als laatste moet doen. Waarom heb ik zo'n jeuk hier? Nou. Maar ik ben eigenwijs en ik doe het toch als eerste. Hier een beetje, onder je ogen. Ik had net een stukje gekeken van Robert Welch. En die zei dat je echt concealer van je ogen kan wel, mag wel onder je foundation. Maar de rest niet. Omdat concealer zwaarder is. Maar deze rode vlekken krijg ik echt niet weg met alleen concealer. Foundation. Ik heb ontzettend last van mijn oog de hele tijd. Dus ja. Nou. De BB cream. Dit is de kleur. De kleur is echt heel goed. Het is heel dun. Dus ik smeer zo een beetje... op en de rest dot ik een beetje zo rond mijn gezicht.
je kan al zien dat er eigenlijk gewoon, sorry, mijn doekje, niet heel veel kleur van afkomt. Maar wel heel veel glow. Nou, van de week, ik heb hem al een keer geprobeerd. Kijk, voor een natural make-up look is dit echt prima. Ja, mijn spons moet ik altijd met een... Anders dan hang ik... Nee. Ik ga ook mijn onderogen proberen te doen met deze poeder. Het is een beetje een huidkleurige poeder. Ik neem mijn Boozy Shop Puff. Heel mooi. Ja, ja. Ik zit nu al onder de poeder. Waarom gebruik je dan iets glowy's als je naartoe gaat poederen, hè? Dat komt, ik breng de glow straks wel weer terug. Omdat ik... niet van dat plakkerige gevoel hou. Dus dit is niet zozeer om te matteren, maar meer om het sticky gevoel weg te halen. Het enige wat ik ermee heb is dat je moet dat dekseltje echt goed terugplaatsen, anders krijg je hem niet meer dicht. Dat is even de wenkjes doen. Dit is nog steeds de Wow What a Brow. Er was gevraagd naar de kleur. Die opmerking kan ik niet meer vinden. Dus kon ik niet op reageren. Is de kleur 01 Light Brown. Nou, hier houden mijn wenkbrauwen op ongeveer. Maar dat, daar word ik niet zo blij van, volgens die hele korte wenkbrauwtjes. En er zijn echt mensen die dat heel goed kunnen hebben. Ik had net nog een tipje opgepakt van Robert Wells. Match je wenkbrauw niet met je haar. Match het gewoon met je wenkbrauwkleur. Anders komt het heel onnatuurlijk over. Nou, dat dus. En ik geef dat soort tipjes natuurlijk gelijk door. Even kijken in de spiegel van veraf. Zo. Ja, de Toffee Twist Eyeshadow. Het is een hele mooie kleur. Er komt ontzettend veel pigment af. En het is een koele kleur. Als je niet van koele kleuren houdt, sorry. Doe het dan niet. Ja, dat is heel makkelijk gezegd, maar doe het dan niet. Dit is een kwast die afloopt, zeg maar.
Oh, dit haartje zit in. Deze is van de Primark gewoon. Die heb ik echt al heel lang. En wat ik met deze kleur echt heel fijn vind, is dat het gewoon voor mij een one-and-done kleur is. Heel voorzichtig, want het is heel gepigmenteerd. Ik dipte echt één keertje in om een ooglid te doen. En nog een keertje voor de crease. En ik trek hem hier een beetje naar buiten. Dan kan ik een heel klein beetje. Volgens mij is deze van Eco Tools. Aan de buitenkant onder mijn oog doen. That's it. Dit is het. Meer doe ik voor mijn ogen op een dagelijkse. Nou, als ik dit allemaal al doe. Want hier heb ik toch eigenlijk. Als ik nergens heen ga, helemaal geen zin in. Zo, even goed blenden met een. Dit is eigenlijk een highlighter kwast van de Boosie Shop. Maar het is een lekkere grote fluff om even te blenden. Bronzer gebruik ik de Revolution even. Ik kan geen cream gebruiken natuurlijk, want ik heb al gepoederd. Dat kan trouwens wel, dat ligt aan de cream die je gebruikt. En aan de poeder over hoe het dan zeg maar samen combineert. Dit doe ik altijd gewoon een beetje wild. Dit is voor de onderkin, hè? De kwab. Als je iets donkerder maakt. Kijk, dan valt het een beetje weg. Nou ja, deze. En dan de blush. Ik heb moeite met dingetjes open krijgen vandaag. Erg, hè? De blush. Is gewoon een hele lichte, beetje peachy coral kleur. Ik ben helemaal into de peachy coral kleuren. Met het voorjaar en de zomeropkomst en nou ja, dat. De fixing spray die ik momenteel heb is bijna op, denk ik. Van Revolution, de Hydrate and Fix. Ja, een hydraterende. Lekker veel. Even waaieren. Oh, zo. Het stokte mijn adem. Hebben jullie wel eens wat geprobeerd van Douglas? Dit is eigenlijk. Dit is niet het eerste, want ik had van die potjes cream shadow van Douglas al. Maar goed, hè? De lippen. Ik gebruik de Iconic. Nee. Mijn trucje. Ja, ik hou niet van roze lipstift. De Pillow Talk valt bij mij ontzettend roze uit. Maar op een of andere manier deze week ben ik into de Pillow Talk. Ik kijk even in mijn spiegel. Had ik commentaar gehad, maar anders zie ik het niet. Ik ben namelijk bijziend. Ik kan niet goed lezen. Ja, ik kan wel lezen. Ik zie het niet goed. Ik heb een plussterkte. Dus deze spiegel die hier staat, waar ik commentaar op heb gehad. Ik zal het even uitleggen. Niet dat ik me aantrek van de commentaar, want als ik daarin wil kijken, dan kijk ik daarin. Maar ik wil het dan wel even uitleggen.
vergroot 10 keer. Dus dan zie ik wat ik doe. De Iconic Nude. En nu heb ik zeg maar de lipstift aangebracht op mijn hele lip. Dus nu ga ik het lijntje zetten en dan precies aan de buitenkant van mijn lipstift. Dan zit het zeg maar op je lipbrand. En op die manier overlijn je je lippen een klein beetje. Ik heb hier een traanoog. Overlijn je je lippen een klein beetje, maar blijft het natuurlijk omdat het contact met je lippen als het ware blijft. Ik heb hier een Revolution Sheer Brilliant. Dat is een lipgloss. In de kleur Chauffeur 110. Dat is deze. En ik ben helemaal into deze combinatie. Het ziet er helemaal niet zo roze uit eigenlijk. Ja, het lijkt net scheef. Maar dit is wel de contour van mijn lip, zeg maar. Ja, deze lip loopt boller en die loopt rechter. Mascara. Ik heb de Essence Curl & Volume. Die heb ik ook gehaald met Wessel van de week even bij de kruidvat. Ik vind het een hele fijne mascara. Ik vind het borsteltje fijn. Oh. Op mijn neus. Nou, kunnen we gelijk zien of deze net zo makkelijk weggaat als de. Als de. Lash Without Limits. Want die verwijdert als je knoeit echt heel makkelijk. Ik vind dit een wat dikkere mascara. En het lijkt een beetje een balmachtige mascara. Ja, goed, ik vind dat wel fijn. Even een stokje. Ja, deze verdwijnt ook prima als je knoeit. Oké. Dit is de look met de nieuwe Douglas spulletjes. Wat ik wil proberen, en ik zal dat... Dit zijn trouwens de nieuwe nagels. Ik heb ze wat korter gemaakt. Maar... Bijna een week zit er nog steeds. Zo lang heeft een nagellijm bij mij nooit gehouden. Ik heb over gedacht om deze te combineren met bijvoorbeeld deze. Dit is heel fijn, maar is wel wat matter. Dit is een Skin Blur Soft Focus Skin Tint. Dit is een soft matte. Op zich niet erg, maar met een beetje glow. Dus ik denk dat die combinatie van deze twee heel fijn zou zijn. Dus dat wil ik nog even proberen binnenkort. Maar op zich vind ik de producten wel fijn hoor. Het is, het geeft een hele mooie natuurlijke glow. De kleuren zijn goed. Ik vind de hagelslag. Oogschaduw, heel fijn, hele mooie kleur. Hebben ze ook heel veel shimmerkleurtjes van. Je moet het even vragen als je ze niet goed ziet. In heel gewaard waren wij en daar stonden ze in een bak bij de kassa. En dat waren alleen maar glimkleuren. Dus toen heb ik naar de matte kleur gevraagd. En toen kwam ze met een tasje of een doosje of zo. Kwam ze aan met allemaal matte kleuren. En dit was de laatste van deze in heel gewaard.
Maar dit is de nieuwe collectie, dus ik neem aan dat ze nog meer krijgen. Dit is Toffee Twist, als je van koele kleuren houdt. Ze hebben ook nog een warmere bruin in deze tint. Ja, ik denk dat ik nog meer ga proberen van de Douglas lijn. Ik wil nog wel een keer een lipstick en ik wil nog wel een bronzer of zo proberen. Maar beetje bij beetje heb ik bedacht, ik ga niet meer hele lijnen kopen. Ik heb ook eerlijk gezegd geen idee dat ik hier nog highlighter bij nodig heb, echt. Nee. Ik vind dit een mooie look. Ik ben hier blij mee. Dus hier gaan we de dag mee doorbrengen. En morgen probeer ik het met die skin tint samen. Voor iets meer dekking. Niet dat ik dat nodig heb. Want ik vind, als je enkel die klo gebruikt en dan gewoon de poeder eroverheen. Een beetje concealer. Die vlekken die gaan toch nooit helemaal weg. Dat is gewoon veel te rood en paars. Dan zou ik heel erg moeten color correcten. Daar heb ik geen zin in. Ik bedoel, het hoort gewoon bij mij. Het is mijn huid. En ik vind dat het op zich zo met een hele lichte dekking. Dat is echt een sheer dekking. Dit is niet eens een lichte dekking, zeg maar. Dat het prima te doen is. Ik vind het een hele fijne BB cream, heet het officieel. Skin Perfector BB Cream. Nou, glow. Ja, glow doet hij zeker. Maar je ziet dat ondanks de poeder, en omdat je dan een beetje hydrating mist daarna doet, dat die echt wel weer mooi tot leven komt. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Leuk dat je er was. En dan zie ik je heel graag bij de volgende. Dankjewel. Bye bye.